van deze week is: wij vinden de markt duurder dan de winkel. Wat vindt u daarvan? Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Dat hangt namelijk van de winkel af. Als je bij hele goedkope winkels boodschappen doet, dan is de markt wellicht duurder. Maar als je bij normale winkels of iets duurdere winkels boodschappen doet, dan is de markt goedkoper. En wat vindt u daarvan? Ik ben het volledig met de vorige spreker eens. Oké. Okay. Vroeger zei ze dus dat dus op de markt een gulden een daalder waard was. Daalders zijn er niet meer, net zoals meneer ook zei daar straks. Maar dat zei ze vroeger dat de markt, daarop dachten ze te mogen concluderen dat de markt altijd goedkoper was. Dat was een gulden een daalder waard. De tegenstelling van deze week is: wij vinden de markt duurder dan de winkel. Wat vindt u daarvan? Ja, dat klopt wel. Want ik hou hier al woensdag een loempia en in de winkel kost die wel meer dan 1 euro. Nou, dat vind ik jammer dat jullie dat vinden. Want je zou eigenlijk eens een vergelijk moeten gaan maken. Is dat wel zo? Ik denk namelijk niet. Ik denk dat er op de markt een hele goede kwaliteit te krijgen is op het moment. En dat er in de winkel heel erg goedkoop moet zijn, omdat daar met hele dure huurprijzen zitten, dat mensen gelokt moeten worden. En de markt is dat niet zo. Mensen hoeven niet gelokt te worden, die weten dat de kwaliteit goed is. Dus ik ben het niet met je stelling eens.